Waylon gaat met een persoonlijke en openhartige show het theater in. Niks uit zijn leven laat de zanger en natuurlijk ook de coach uit The Voice of Holland onbesproken. Zijn jeugd, zijn drugsverleden, zijn kinderen, zijn liefde Bibi, alles komt aan bod aan de hand van country nummers die voor hem heel belangrijk zijn geweest. Hé, hey, luister, ik ben ook gewoon wie ik ben en ik heb daar een verhaal achter. Bij het grote publiek breekt Waylon 10 jaar geleden door met zijn single Wicked Way. Zijn muzikale reis begint al veel eerder. Countrysterren als Willie Nelson, Johnny Cash en natuurlijk zijn grote held Waylon Jennings inspireren hem als kleine jongen. Het liedje waar het voor mij allemaal mee begon was een liedje dat heet Amanda. Ik mocht ooit mee met mijn ouders naar een countryavond waar een band speelde en die speelde dat liedje en ik was verkocht. Waylon's hele leven komt voorbij in zijn show, zowel de hoogte als de dieptepunten. Ik vertel ook over een drugsverleden en waarom was dat zo? Waarom ben ik zo ver gegaan? Waarom ging ik bijna kapot aan die troep? Waylon heeft het nu allemaal lekker voor elkaar en lijkt in balans te zijn. Ook het contact met zijn zoon Dylan is sinds 2 jaar weer goed. Dylan wordt dit jaar 17. Al een hele grote vent. Bijna groter dan ik. Hij is hier bijna ieder weekend. Ja, hij is dol op zijn kleine zusje. Ja. En het gaat gewoon hartstikke goed. Met zijn vriendin Bibi krijgt hij afgelopen november dochter Teddy. En nog elke dag is hij in de wolken. Het is bijzonder dat er zo'n rustig, lief kind uit ons is gekomen. De komst van mijn eerste zoon heb ik nooit zo kunnen ervaren. Ik was zo jong. Daarom denk ik dat dat nu extra overvalt. Ook dat gevoel van, hey, het is me nog een keer gegund. Als het ons gegeven is en als we dat geluk hebben, dan denk ik dat wij nog wel 2 erbij willen. Als ik Bibi mag geloven. Dus er komen nog meer kleine Bibietjes of kleine Willempies. Ja. En als de kinderen hebben ook talent, want laat die weten, Teddy, zijn dochtertje, kan nu al zingen. Ze zingt al. Weet je? En dat is misschien raar, maar echt, het is bizar. Want als we met haar gaan zitten, doen la 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 la, dan is er ha, zie je het tongetje bewegen. Dus, en als ik achter de piano ga zitten, ik ga spelen, dan is het meteen la la. Dus zij kan echt zeggen, later, ik zing al vanaf dat ik een paar maanden oud was. Echt, dat is echt heel bijzonder. Heb ik nog nooit bij een kindje gezien. Als ik dat bij jou kan doen, dan geeft ze altijd een mondje terug. Wat doet hij voor jou? Die voor mij denk ik, Toch weet ik het. Precies. Hongerkind.